Bijna alle partijen wijzen het VVD-plan af om asielzoekers niet meer toe te laten. Grenzen dicht kan niet, grenzen dicht zal ook niet gebeuren, want de boten blijven komen. Maar de VVD houdt eraan vast. En verder in het nieuws vandaag. De e-sigaret wordt verboden voor minderjarigen. En hoe Islamitische Staat geld verdient met duizenden jaren oude kunst. Goedenavond. De VVD zette gisteren de discussie over de opvang van asielzoekers op scherp. Met het plan om alle vluchtelingen van buiten Europa te weren. Dat stuitte al meteen op een onaanvaardbaar van coalitiepartner PvdA. Maar ook bij andere partijen valt het niet in goede aarde. Alleen de PVV is het ermee eens, de rest van de Tweede Kamer is tegen. Toch wil de VVD van geen wijken weten. Vang asielzoekers op in hun eigen regio, zodat die zich niet meer aan dit soort gevaarlijke boottochten wagen. Dat wil de VVD. Maar de partij heeft nauwelijks medestanders. Eigenlijk wil alleen de PVV meedoen. Ik hoop dat het geen luchtballonnetje is, dat ze het ook doorzetten. Dat betekent dat ze toch afscheid moeten nemen van de Partij van de Arbeid. En dan kunnen ze samen met ons dit geweldige plan gaan uitvoeren. Maar bijna alle andere partijen zeggen meteen nee. Ze doen alsof dit plan betekent grenzen dicht. Maar grenzen dicht kan niet, grenzen dicht zal ook niet gebeuren, want de boten blijven komen. Dus de VVD lijkt hier eerder een belofte te doen die bij voorbaat al niet kan, dan dat hier echt verandering uit voort gaat komen. Ik zou zeggen, het is gewoon getimed op een moment dat de VVD zijn rechtse profiel nog eens wil tonen. Ook coalitiegenoot PvdA wijst het plan af. En niet een beetje, maar helemaal, zegt Samson op Facebook. Al die afwijzingen kunnen VVD-fractievoorzitter Zijlstra helemaal niks schelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit punt, als het niet nu lukt, op een later moment aan de orde zal komen. Want het probleem is niet weg als partijen zeggen dat ze het niet leuk vinden. Wij onderkennen het probleem. Steeds meer vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee. Daar moet een oplossing voor komen. Daar lopen wij niet voor weg. En als je dit afwijst en geen alternatief hebt, dan loop je er wel voor weg. In Den Haag is Xander van der Wulp. Xander, is er nog overleg geweest vandaag tussen VVD en PvdA? Jazeker. Op maandag is er altijd even coalitieoverleg. Toen is het hier ook over gegaan. Er is vastgesteld dat het VVD-plan geen kabinetsbeleid is, omdat het de PvdA veel te ver gaat. En de PvdA zegt dan ook, dit is een doodplan. Zet het de verhoudingen dan onder druk? Nou, opmerkelijk genoeg valt dat wel mee. De beide partijen doen er erg luchtig over. De VVD zegt, we begrijpen dat dit geen kabinetsbeleid is, want er is geen meerderheid voor, maar we vinden dit gewoon. En de PvdA zegt, we weten al een tijdje dat de VVD over dit onderwerp heel anders denkt. Dit gaat gewoon te ver. Maar het is een kwestie van agree to disagree, lijkt het. Nou, kon de VVD wel inschatten dat het ook in de Tweede Kamer geen steun zou vinden. Waarom doen ze het dan toch? Ja, het was een heel opmerkelijk moment. Hè. Veel partijen hier in Den Haag zijn daar ook wel redelijk verbijsterd over. Verbaasd waren ze vandaag. Dit was verkiezingspraat 4 dagen na de verkiezingen. En ook nog eens tegen het zere been van de coalitiepartner. Als je daarvoor een verklaring zoekt, dan zal je toch aan moeten denken dat beide partijen, VVD en PvdA, in die campagne die ze hebben gevoerd, hadden besloten om elkaar een beetje te ontzien. Toen deden ze het dus niet. De VVD komt nu wel met dit plan, omdat ze het belangrijk vinden, omdat ze het hoog op de agenda willen. In veel Europese landen staat het al hoog op de agenda. En hier nu ook, want er komt snel een debat over. De VVD heeft zich dus geprofileerd. De Tweede Kamerfractie heeft laten zien dat ze niet gefuseerd is met die fractie van de PvdA. En dat heeft wel de toon gezet voor de rest van de regeerperiode van Rutte 2. Want de partijen hoeven nu geen rekening meer te houden met tussentijdse verkiezingen. Xander, dankjewel. En vluchtelingen, dat is vaker een heikel onderwerp. Maar wat zijn nou de getallen? Wereldwijd zijn er ruim 50 miljoen mensen op drift. Gevlucht voor oorlog en geweld. Vooral in Afrika en het Midden-Oosten. En het overgrote deel van de mensen wordt ook opgevangen in de regio. Een klein deel, dat zijn de honderdduizenden, ontvlucht die regio. Bijvoorbeeld naar Europa. De twee belangrijkste routes lopen via Turkije en via de Middellandse Zee vanuit Noord-Afrika. Ruim 600.000 mensen vroegen vorig jaar in de EU asiel aan. Dat zijn er bijna 200.000 meer dan in 2013. Nou, Duitsland krijgt verreweg de meeste aanvragen, met op de tweede plaats Zweden. Nederland kreeg vorig jaar 26.000 asielaanvragen. De grenzen dicht voor alle vluchtelingen buiten Europa, dat is dus het VVD-plan. Maar
kan dat eigenlijk? Volgens deskundigen op het gebied van asielwetgeving kan het alleen als een aantal wetten en huidige verdragen worden aangepast. Allereerst het vluchtelingenverdrag uit 1951, maar ook het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens. Maar misschien nog wel veel belangrijker, ook de Europese afspraken die er zijn gemaakt met betrekking tot het gemeenschappelijk asielbeleid, die zijn juist voor het versterken van de positie van de asielzoeker en laten deze buiten grenzen sluiten helemaal niet toe. Op de redactie Europa-correspondent Arjan Noorlander. Arjan, de VVD zou heel graag zien dat dit dus Europees wordt geregeld, maar is dat haalbaar? Ja, dat is in ieder geval een hele lange weg, want de VVD wil met die andere 27 lidstaten gaan overleggen. Dat suggereren ze in ieder geval om te kijken of dit de oplossing is om de vluchtelingen tegen te houden. Dat betekent in Europese begrippen jarenlang vergaderen, overleggen en als je er dan al met z'n 28 uit bent, nog eens met de rest van de wereld overleggen of je inderdaad al die verdragen kan aanpassen. Dat betekent dat je op z'n vroegst jarenlang hiermee bezig bent. En dat is heel anders dan de suggestie die de VVD op dit moment laat ontstaan. Die zeggen, we hebben een acuut probleem en daar zou dit een oplossing voor zijn. Nou, dat is het niet. Voordat dat VVD-plan werkelijkheid zou kunnen worden, ben je echt jaren verder. Dat het een groot probleem is, dat weet iedereen wel. Italië bijvoorbeeld heeft pas geleden nog heel erg aan de bel getrokken dat er iets moet gebeuren. Wordt er in Europa wel over bepaalde oplossingen nagedacht? Ja, er wordt heel veel over nagedacht. Vooral in Zuid-Europa is het aan de orde van de dag, die vluchtelingenstromen. En er wordt ook wel een heel eind richting de VVD gedacht. De grenzen van Europa zijn dicht. Dat is natuurlijk ook de reden dat veel van dit soort mensen in die gammele bootjes de oversteek moeten wagen. Er wordt ook nagedacht om veel meer mensen in de regio waar ze gevlucht zijn op te vangen. Europa wil daar ook kampen oprichten, wil daar aan mee gaan betalen en wil ook met die landen in gesprek of de vluchtelingen niet in die regio ook een nieuw leven kunnen opbouwen, zodat ze niet naar Europa hoeven te komen. Dus in die zin worden er wel belangrijke stappen gezet, ook richting het plan van de VVD. De VVD stelt ook nog iets anders voor, namelijk dat Europa helemaal geen vluchtelingen meer van buiten zou willen aannemen. Dat asielvragen niet meer in behandeling worden genomen. Nou, voor dat plan is er totaal geen meerderheid in Europa. Daar is geen draagvlak voor. En dat betekent dus dat dit plan van de VVD voorlopig in Europa niet haalbaar lijkt. Arjan, dankjewel. Veel jongeren roken er wel eens eentje. Een e-sigaret of een shisha-pen. Maar straks mag dat niet meer. Staatssecretaris Van Rijn gaat de e-sigaret verbieden voor jongeren onder de 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het roken ervan schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht. Ook als er geen nicotine in zit. Dit is de rookrobot. Normaal krijgt hij echte sigaretten, maar nu e-sigaretten. En wat blijkt? In e-sigaretten zitten bepaalde schadelijke stoffen. Die zijn aanwezig in zulke hoge concentraties dat ze een risico met zich meebrengen voor de gebruiker. Ja. Ze zeggen het. En ik heb zoiets van, ja, waar zit dan niks schadelijks in? Ik bedoel, snoep zit kleurstof in. Overal zit wel iets in. Er is overal iets voor te bedenken als iets slecht is of als ze het uit de handel wil hebben. Of joh, we zeggen een stempel slecht. Bij deze tabakswinkel verkopen ze steeds meer e-sigaretten. Dit is een navulbare. En die, ja. Die doet het al. En die heeft wel nicotine. Maar die kan je dus ook zonder nicotine opzetten. Maar alleen boven de 18. Net als bij alcohol en tabak. Ik zie het meer als een speelgoedje voor volwassenen ook natuurlijk. En dan zeg ik bij volwassenen, je wil van het roken af, het is een hulpmiddel. De rookrobot vergeleek de e-sigaret met een smaakje en de gewone sigaret met nicotine. Een gewone sigaret is schadelijker dan een e-sigaret. Een e-sigaret is echter niet onschadelijk. En dan de jeugd zelf. Echt grote fans van de e-sigaret zijn ze hier niet. Nee, ik vind niks. Het smaakt nergens na. Ja, ik heb ze gekocht, maar... Ik vind ze wel lekker smaakje. En dan voor die damp uitblazen, ik vind dat wel rustgevend. Nou, hartstikke lekker, toch? Shisha-pen op zijn tijd. Ik bedoel van, het kan overal. Waarom niet dan? En dit is eigenlijk hetzelfde als roken, dus dan zou dit toch ook verboden moeten zijn, vind ik dan. Er wordt nu ook onderzocht of het schadelijk is om mee te roken bij een e-sigaret. De Duitse en de Griekse kranten schreven er al dagen over. Premier Tsipras van Griekenland kwam vandaag op officieel bezoek in het Hol van de Leeuw, Duitsland. Of misschien beter in het Hol van de Leeuwin, bondskanselier Merkel. Tsipras wil de bondskanselier ervan overtuigen dat Griekenland echt alles doet om uit de financiële problemen te komen. Maar dat het wel tijd is om het land even lucht te geven. Op weg naar het kanslerambt doorbreekt Tsipras direct het protocol. Het lijkt erop dat hij deze vrienden van Griekenland voorbij rijdt. Alexi! Alexi!
Maar even verderop laat hij de dienstauto stoppen en loopt terug. Tot grote verbazing van de Duitsers, die dat afwijken van het protocol minder in de genen hebben zitten. Daarna rijdt hij de laatste paar honderd meter door naar Merkel, waar hij met militaire eer wordt begroet. Als beide ruim een uur samen gesproken hebben, is het tijd voor de internationale pers. We möchten dat Griechenland wirtschaftlich stark is. We möchten dat Griechenland wachstum hat. We möchten vor allen Dingen dat Griechenland aus der hohen Arbeitslosigkeit herauskommt. En ganz besonders dat die sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit überwunden werden kann. En dat dazu Strukturreformen notwendig sind, dat dazu ein solider Haushalt notwendig ist, dass dazu eine funktionierende Verwaltung notwendig ist. Ich glaube, das sind auch Gemeinsamkeiten zwischen uns beiden. Premier Tsipras voegde daaraan toe dat Griekenland zijn best heeft gedaan, maar dat de stijgende werkeloosheid en armoede onder de bevolking een lode last voor het land is. In Berlijn, correspondent Jeroen Wollaars. Jeroen, is de lucht tussen Griekenland en Berlijn nou een beetje geklaard? Het lijkt er wel op. Kijk, Merkel had hem uitgenodigd en gezegd: laten we eens met elkaar praten in plaats van over elkaar. En ze voegden er hier aan toe dat er lange banden zijn tussen Duitsland en Griekenland. Dat de landen vrienden zijn, samen in Europa, samen in de NAVO. En hij voegde eraan toe dat ze misschien eens moesten ophouden met al die stereotypen. Dus nee, niet elke Griek is lui. En nee, Duitsland is niet de schuldige aan de situatie in zijn land. Maar in één ruk toe, in één ruk door, voegde hij er wel aan toe hoe heftig het reddingsprogramma de afgelopen 5 jaar was. Moet je voorstellen, in haar eigen huis vertelt hij haar dat wat zij wilde, dat zij hem dat heeft aangedaan. En hij voegde eraan toe dat de herstelbetalingen uit de nazi-periode, dat die kwestie wat hem betreft nog steeds niet is afgerond. Dus je kan concluderen dat de toon anders is, dat ze vriendelijker met elkaar omgaan, maar dat de standpunten van beide zijden nog steeds hetzelfde zijn. En uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om geld. Heeft het in dat opzicht zin gehad, dit bezoek? Ik denk op korte termijn niet. Hij zou hier volgens Duitse en Griekse media naartoe gekomen zijn met een lijst aan hervormingen waar Duitsland natuurlijk altijd om gevraagd heeft. Nederland ook, andere Noord-Europese landen waar de Eurogroep afgelopen donderdag nog om vroeg. En die hervormingen die zou hij hier naartoe meegenomen hebben. Zou op die lijst onder andere staan dat de pensioenleeftijd omhoog gaat, dat de BTW omhoog moet in Griekenland. Maar Merkel heeft telkens gezegd, ik ga daar niet over. Ik ben maar één land in Europa. Je moet die lijst niet met mij bespreken, die moet je naar Brussel sturen. Daar gaan ze erover. Maar het is natuurlijk wel zo dat achter de schermen hij in elk geval deze lijst met hervormingen heeft kunnen toetsen aan een van de belangrijkste landen in Europa. Maar op korte termijn helpt hem dat niet verder. Hij zal daar echt mee naar Brussel moeten. Ik denk dat op korte termijn het vooral een binnenlandse Griekse aangelegenheid was. Hij heeft in eigen land kunnen laten zien, moet je mij zien staan hier in het Bundeskanzlerambt in Berlijn. Ik vertel Merkel wat er mis is gegaan. Ik vertel Merkel wat ik nog verwacht van haar. Dat durf ik allemaal maar. Het werd allemaal live uitgezonden op de Griekse televisie. En ik denk dat het hem vooral daarom te doen was vandaag. Jeroen, dankjewel. Bruut geweld, verraad, wraak, dat zijn de ingrediënten van een oorlog binnen een generatie niets ontziende criminelen. Een oorlog om cocaïne miljoenen. 2 jaar geleden leidde dat tot wildwesttaferelen in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Een dubbele liquidatie waarbij ongekend veel geweld werd gebruikt. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam stonden de verdachten terecht. 29 december 2012. In deze zwarte Range Rover zaten de slachtoffers, neergemaaid met kalasjnikovs. De derde man, het beoogde doelwit, ontsnapt. Een kogelregen was het, zeggen omwonenden. Het leek wel oorlog. De kogelinslagen werden tot in de kinderkamer van een nabijgelegen woonboot gevonden. Vandaag zitten de schutters in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Anouar B. en Adil A. Het Openbaar Ministerie zegt te kunnen aantonen dat zij de daders zijn. Maar op verontwaardigde toon ontkennen ze alles. De politie ziet het helemaal verkeerd. Hoezo onderwereldoorlog? Dat er sprake is van een onderwereldoorlog, dat is een gegeven, dat is een feit. Dat blijkt uit het aantal liquidaties. Maar mijn cliënt die is niet betrokken in deze onderwereldoorlog. Of in deze liquidatieoorlog. De ruzie begon in de haven van Antwerpen.
Begin 2012 zou hier een lading cocaïne aankomen van 200 kilo, verpakt in 5 sporttassen. De lading was miljoenen euro's waard, maar kwam nooit aan. En vanaf dat moment heerste er nog maar één vraag. Wie had die lading achterover gedrukt? Het onderlinge wantrouwen leidde volgens justitie tot een strijd die al aan minstens 10 mensen het leven heeft gekost. Met de dubbele liquidatie in de staatsliedenbuurt als dieptepunt. De slachtoffers en daders zijn veelal mannen van Marokkaanse afkomst. In de volksmond wordt al over de Mokro War gesproken. Het is voor ons belangrijk om dit een halt toe te roepen uiteraard. Het gaat om heel veel geweld met grove wapens. Waarbij er in één geval ook een onschuldig slachtoffer is gevallen of sprake is geweest van een persoonsverwisseling. Nou, in deze zaak, de staatsliedenbuurt, is daar zeker een voorbeeld van waarbij er heel veel geweld is gebruikt. De rechtbank gaat de komende 8 dagen proberen de waarheid boven tafel te krijgen. Veel gebruikte injectienaalden van het merk Terumo zijn onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Dossier 1 Vandaag. Deeltjes van de lijm waarmee de naalden vastzitten kunnen in het bloed van patiënten terechtkomen. De naalden worden gebruikt in veel Nederlandse ziekenhuizen en voor vaccinaties. Het probleem zou zich bij 1 op de 5 naalden voordoen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een onderzoek begonnen. Bij de waterschapsverkiezingen hebben meer dan 190.000 kiezers een blanco of ongeldige stem uitgebracht. Volgens de Unie van Waterschappen komt het doordat veel mensen niet wisten op welke partij ze moesten stemmen. De partij Water Natuurlijk is landelijk de grootste geworden. Het CDA de tweede en de VVD de derde partij. Giovanni van Bronckhorst is vanaf de zomer de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. Hij volgt Fred Rutte op, die na dit seizoen vertrekt. Van Bronckhorst is bezig aan zijn 4e seizoen als assistenttrainer in de Kuip. Hij heeft nu een contract voor 2 jaar getekend. En Feyenoord gaat nog op zoek naar een ervaren assistenttrainer die de technische staf verder moet ondersteunen. Met deze beelden wist de Islamitische Staat de wereld opnieuw te schokken. Duizenden jaren oude kunst worden vernield. Omdat de kunststukken godslasterlijk zouden zijn. Maar niet alles wordt vernield. Als het klein genoeg is, dan kan het worden verhandeld in het buitenland. En dan verdient IS er grof geld mee. Er zijn 2 belangrijke smokkelroutes om de kunst weg te krijgen uit Syrië en Irak. Via Libanon en via Turkije. En daarna gaat de kunst naar de Golfstaten en naar Europa. Het is een oud land, het grensgebied tussen Syrië, Irak en Turkije. Duizenden jaren geschiedenis zitten hier in de bodem. En daar wordt de laatste tijd flink mee gesleept. Op de markten langs de Turkse grens vindt een levendige handel plaats in geroofde kunstschatten. Maar heel gek, niemand weet daar iets van. Tot we als land tegen het lijf lopen. Weg van de mensen wil hij best praten. Dat is er een voor de man met de meeste kennis over de oudheid hier. Juwelier Metin Ezilmez komt uit een archeologenfamilie. Verdrietig over al dat geroof en geplunder van de laatste tijd. Het beeldje van Aslan kan maar zo 3000 jaar oud zijn. Toch is er weinig zichtbaar van een aanpak tegen die grootschalige smokkel. Van de politie hoor je niks, behalve dat er af en toe wat wordt gevonden of onderschept. En dat wordt dan opgeslagen achter deze hoge muren van het archeologisch museum. Maar het gekke is, het museum, de politie, zelfs de universiteit, geen enkele staatsinstelling hier is bereid om voor onze camera iets te zeggen over die smokkel. Als er zo'n immens probleem is en niemand mag erover praten, dan is er meestal iets mis. Turkije heeft de illegale handel uit Syrië niet in de hand. Hiç yakalanmamış bir sürü eşyalar da var. Türkiye'de dolaşıyor. Yani bunun %1'i yakalanmış. Neyin açıklaması yapılabilir? Zo blijft het duister op welke schaal er geplunderd wordt en hoe die handel in oudheden precies in elkaar steekt.
Al is het volgens Aslan allemaal niet zo ingewikkeld. De WOZ-waarde, de waarde van je huis, bepaald door de gemeente. Belangrijk voor verschillende belastingen, dus hoe lager, hoe beter. Toch wordt er dit jaar minder bezwaar gemaakt dan vorige jaren. Maar bij de bezwaren die binnenkomen valt op dat er vaak gebruik wordt gemaakt van bemiddelingsbureaus. En dat kost de gemeente handenvol geld. Elk jaar toch weer even spannend. Nou ja, zeg. En de overweging wel of geen bezwaar maken. Je kunt bij veel adressen terecht. Ik zag dat u heeft aangemeld via onze website. Hier weten ze hoe je een prijsvergelijking kunt beoordelen waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. We hebben bijvoorbeeld heel veel klanten met een woning uit de jaren 70 die nog in dezelfde staat is, de oorspronkelijke staat. Nou ja, die wordt dan vergeleken met de gerenoveerde woning. Ja, daar gaat het al mank. En kan er een lagere WOZ-waarde worden afgedwongen? Voor die correctie moet de gemeente een vergoeding betalen aan het bureau dat de juiste waarde heeft vastgesteld. De vergoeding voor een bezwaarschrift ligt op €244. En dat is dan inclusief btw die wij er nog uit moeten halen. Als er veel bezwaren worden toegekend, kan het voor de gemeente flink oplopen. Dat weten ze bijvoorbeeld in de belastingregio Utrecht. We hebben vorig jaar aan kostenvergoeding zo'n tussen de 200.000 en €250.000 moeten betalen. Waarvan het grootste gedeelte ging naar deze bureaus. Landelijk gaat het om vele miljoenen. De vergoeding van honderden euro's voor het bureau is vaak voor een maar kleine correctie van de WOZ. En dat is de irritatie die erachter zit. Dat zouden we eigenlijk als belastingheffer moeten proberen weg te halen. Gemeenten vechten daarom de verplichte vergoeding aan in verschillende rechtszaken. Maar de bureaus hebben al een nieuwe inkomstenbron op het oog voor andere bezwaren. Dus dan worden parkeerboetes wellicht nog uw nieuwe werkterrein? Waarschijnlijk. Het zou zomaar kunnen. Prinses Beatrix is er op Koningsdag in Dordrecht in ieder geval niet bij. De jongste generatie juist weer wel. De koning kondigde het vorige oktober zelf aan in Dordrecht. Koningsdag wordt anders dan onder zijn moeder Beatrix. Vandaag werden in Dordrecht de plannen bekendgemaakt. Het Groot Hoofd in Dordrecht, de plek waar drie rivieren samenkomen. Willem-Alexander en Maxima komen hier op Koningsdag per boot aan. Hier wordt over 5 weken ook het eerste nieuwe zichtbaar. Een maritieme Grand Parade komt er. Een soort vlootschouw met 50 schepen, oud en nieuw, die hier voorbij zullen trekken. En dat nieuwe doet ook een beetje denken aan iets ouds. Het défilé van de oma van de koning, Juliana, dat altijd op Soestdijk voorbij trok. Echt nieuw is dat het hele programma nog maar in één stad is. Er worden 5 plekken bezocht en daarbij wordt gevaren, gelopen en de koninklijke familie zal zich ook per elektrische bus verplaatsen. Zij zullen er niet meer bij zijn, de oude generatie. De nieuwste generatie komt juist wel. Net als vorig jaar zullen de prinsessen er een deel van de route bij zijn. En ook de broer en de neven van de koning en hun echtgenotes komen naar Dordrecht. Hoe nieuw vindt de gastheer van de koning het programma eigenlijk? De koning heeft een aantal contouren geschetst en wij hebben dus al die vrijheid gehad om binnen die contouren een eigen tijdsprogramma te bedenken. Waarbij economie, cultuur, jongerencultuur, nabijheid, zichtbaarheid terugkomen. En het is ook typisch Nederlands dat je een aantal dingen waarvan je weet dat dat goed ligt en waar mensen zich ook graag in willen herkennen, dat die er ook weer bij zullen zijn. Alles bij elkaar wordt Koningsdag 2015 wel een beetje nieuw, maar het is zeker niet zo dat opeens alles anders wordt. En dat is ook niet onverwacht, want bij de monarchie horen traditie en continuïteit. En daarin is geen ruimte voor al te ruige veranderingen. Gaan we naar het weer, Gerrit. Het is wel tijd van de mooie plaatjes. Ja, winters was het vanochtend. Veel mensen hebben denk ik op de fiets de handschoen aangehad. Want het was echt koud vanochtend. En het was ook mooi wit bevroren overal. Wat mistbanken zo her en der. Dit was in de buurt van Delft. En overdag was er veel hoge bewolking zichtbaar. En er waren ook 2 bijzonnen te zien aan weerszijden van de zon. En dat geeft altijd aan dat er een front in de buurt ligt. En dat is ook zo. Het is een zwak front wat zo'n beetje bij ons voor de deur ligt. Hier zien we het aankomen vanuit het noordwesten. En dat zal morgen zo'n beetje boven het westen van het land blijven hangen. We kunnen zien aan de computeranimatie dat dat langzaam maar zeker wat dichterbij komt. Er zitten ook wel wat gaten in. Dus ik denk dat vooral in het oosten van het land morgen toch wel wat opklaringen zullen zijn. En vooral hier de meeste neerslag in het Middellandse zeegebied, het westelijke deel. Daar is het onbestendig en dat blijft het voorlopig ook.
We gaan eens even kijken hoe het vannacht gaat worden. Vannacht is het in ieder geval in het oosten van het land nog redelijk helder. Daar wordt het ook vrij koud, met minimumtemperaturen die opnieuw dicht bij het vriespunt kunnen komen, of zelfs plaatselijk er iets onder. In het westen van het land ook wel bewolking. Maar het blijft nog wel droog, maar morgen overdag dan verwacht ik toch wel wat regen in het westen van het land, ook in het noordwesten. In het binnenland toch wel wat zon, zeker in de ochtend. Misschien dat het in de middag wat dicht zal trekken. En verder temperaturen die variëren van 8 graden op de Wadden tot een graad of 10 in het binnenland. Er is maar weinig wind, windkracht 2 à 3. Daarna dan blijven de temperaturen nog altijd op een vrij laag niveau. Woensdag is het ook bewolkt, af en toe wat regen, graad of 8. Daarna wel iets beter weer, donderdag en vrijdag. In ieder geval grotendeels droog, graad of 9 à 10. Dat is toch nog altijd een beetje onder normaal. Het belangrijkste nieuws in dit 8-uur-journaal. Het VVD-plan om de grenzen te sluiten voor asielzoekers van buiten Europa haalt bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer. Toch wil de VVD van geen wijken weten. En straks in Nieuwsuur, onrust bij de nationale politie. Snelwegagenten moeten meevaren op politieboten en agenten van de waterpolitie die zitten op de trein. Om 10 uur op NPO 2. Heel fijne avond verder.